Je weet niet hoe het spel eruit ziet. Nee, we gaan niks zeggen, Wouter. Ik ben aan het wachten. Woef! Noek! Salam? Hé, precies. As I said, I still have nuclear resources. So, you can deliver the components to my jungle quarters. Just... What is? 72 hours soon enough? Where is Saddam? I cannot wait to avenge my father's death. What? Where is Saddam Kennedy? Destroying Washington DC will teach the Yankees to stay out of my drug trade. Destroy the Yankees. I can see the English moeten doen voor een ding, hè. Alas, they will suffer greatly for the trouble they've caused us. Heb je in de English hoe? Ja, dat is goed. Ah, weet ik, hoe kan? Dat weet ik niet. We interrupt this podcast for a special report. Michelle Obama. Nee, ze lijkt er niet echt op. Nee. A moment ago, a nuclear explosion was detected off the coast of South America. De verkeerde Amerika. As of yet, no one has claimed responsibility for the blast. Wil zij ooit nieuws aangeven voor de regen? We will keep you informed as this story develops. Wouter en ik hebben deze game al gespeeld. Maar Bram nog niet en we gaan ook niks zeggen en we gaan gewoon laten uitdrukken hoe dat moet spelen. Het heeft ons... We hebben echt... Hoe lang hebben we die... Anderhalf uur of zo? Ja, zoiets denk ik. Zoals... Hallo? Captain, there's been an accident! I saw it! Somebody showing up! There's a special forces briefing at the White House, 1 and 8! I'm there! Zoals je misschien al gemerkt hebt in de eerdere video's, Zilverface met mij graag een keer onder de bus. Mm-hmm. En je doet graag de stemmetjes. Ja. En die kijk. Ze zeggen, oh Bram kan dat, Bram is super. En Bram kan dat, Bram is super. Dan zit echt te falen voor een goed half uur. En hier dan... begint het al, hè? Hier begint het al. Maar waarom zeg je nu iets, jongen? Het is niks. We zeggen toch, hier begint het al? Wat de fuck nu? Ik had gehoopt dat hij gewoon op start ging duwen. En dat hij dat niet ging lezen. Dat hij niet ging weten. En is hem dat aan het lezen. En ja, maar dat geeft niks. Je weet wie je koprood is en je weet waar je zit. Mike is hier, Mr. 3D. Mr. 3D can pluck a pimento out of an olive with a whinge, but can't end a white whale on a black background. What? What's that? I think, I'll get you next time, Gadget. Nee, maar wat dat dan betekent, die scriptie? Wat? Dat gaan we niet doen. Krijg je al een password? Buttons. Why is Hydros? Heel Hydros. X is cannons. En A is Hellfires. Oké. Okay. Hellfires zijn belangrijk. Wel meer. The White House. Here's the situation. We have a spy satellite photos of the blast areas simultaneous with the detonation. Good thing Congress didn't cut the space program! Much! The Imperial Yapis spotted near the destroyed island. Any idea whose toy boat it is? The Imperial Yacht? Damn you, Darth Vader! We further enhanced the pictures and identified two subjects. Ah, boy! These guys look familiar! Ugly, not familiar! They shoot. Carlos Ortega, notorious South American drug lord, his huge private army just sprung him from Florida's prison. A lot of good men died to put him in that prison. Is this Ibn Kilbaba, son of Desert Strike Batman? He's here more ruthless than his father ever was. Birds of a feather? What's the plan?
You will take command of this super crashy tech chopper. Your first mission is to stop the terrorists threatening the capital. Good, I was afraid it was going to be easy. Next, President Mobocade will arrive soon. Last, Kilbaba's men in DC know where the drug lords juggle fortresses. Find them. No sweat. Just select your co-pilot and you're ready to go. Just... These damnickers are really rough. Oh, for fuck's sake. Okay, dus ik moet spelen. Hey, that's what I do, bitches. Het is begonnen. Oké. Oké, ja, let's go. Ja, je denkt ook zo. De jungle strike? Ja, het zal in de jungle zijn. Nope. Ben terroristen? Kan ik over de hek? Wat zijn de terroristen? Ik moet terroristen zoeken. Oh, Hellfire! Oh. Ik weet nog niet wat het al hoort. Daar! Oeh. Je ziet zo hard dat ik hem wel mee is, dat dat slecht is, of niet? Ze zijn van de CIA. Hij heeft al ontdekt, we hebben er 7 uur over gedaan. Voordat we dat wisten, dat je het ding kon oppakken. Oh, is maar niet te veel tegen die gebot. Alleen ik heb met 2 stemmetjes wel enorm veel moet ik zeggen. Dit is anders moeten pakken. Ik vind gewoon dat uw stem voor mij redelijk raar is. Wat, dat klopt niet? Kan ik niet supply? Bedoel? Wat was die? Wat is Jordan? Ja. Ah, ja, eigenlijk. Dat is niet wat ik bedoel, maar. Je bent Kalibaba. Oh, ik weet wat ik moet doen. Je bent Kalibaba. Ik moet CIA-building vinden, zeker. Oké, waar is CIA-building? Maar Bram is de game over ons, hè? Dat is geen CIA-building. Woe! Dat is geen CIA-building. Moest ik nu keer... naar Washington DC gaan? En moest ik niet keer de layout weten, hè? Nee. Moest ik de layout weten van Washington terug halen? Wie zegt er dat accuraat is? Nee, dat was jongen. Ik. Dus hier moet ik tanken. Er is, ik start op. Heb je niet genoeg? Ja, precies zo'n slotje dan. Dat is zo. Dat is gewoon één metalen lustigheid, zo'n vishaar. Oh, fucking. Twat. Hoppa, bedankt dat ik kende erop. Ik heb niet in de Washington Monument geschoten. Whoops. Whoops, oh, sorry. Waarom gaat hij niet doen? Oeh! Run away! Oh. Ik heb nog. Nee. Die is kapot! Oké, ik snap het. Ik ben naar de Washington. Oh! Hoi! Ik snap wel niet hoe ik die kerel moet raken. Heel geluk. Ah, zo. Ik mag gewoon rondvliegen en terroristen neer gaan schieten. Hm? Ah. Onoverzichtelijk in Niemand kan aan die mappen. Oké. Wat die hele layout ook. Nee, ik ben daar links in de hoek. Zie je die ronddraaiend. 2 pixels, dat ben ik. Ja. Het is er eens een HQ links van mij, oké.
Daar is Strijders Gate. Ook de hoek van die map is verschrikkelijk. En uw hoek is nog het ergste dan al. Die, terrorists! Dat is wel een HQ, of niet? Oh, nee, ik ben er nog niet. Allemaal. Ik denk dat ik de teer los. Oepsie. Ik moet trouwens HQ zijn. Of is dat een suspected HQ? Aha, dat is een suspected HQ. Dun-dun-dun-dun, suspected HQ. Car bombs? Agent Agbar? Oké, wacht. X missions. By his map, A status. Voor mensen thuis die denken, monuments die de befaamde drie woorden denken, die met B, T en F beginnen, jullie hebben gelijk. Zijn dit bij weird, what the fuck het dan moeten komen? Eigenlijk is het gewoon een open world. Ja, maar ja. Een game. Oké, daar begint het al, maar wat is dat X moeten doen? Kijk, dus het monuments, hè? Dat zijn drie monuments. En het ding is, monuments zijn attacked. Dus ik moet de monuments gaan verrijden. En dat zijn alle missies die ik kan doen. En dus we gaan beginnen met de monuments. Ja, dus je moet dus telkens. Ik was er net al aan de monuments. We gaan terugkeren, hè. Dan moet daar blijkbaar een monument zijn. Ja, en wat dat attacked is. Volgens mij duurt zo één map uitspelen, dat duurt volgens mij echt lang. Zijn er meerdere? Ik weet het niet. Zover zijn we het gedacht. Dit is een van de monuments! Dat is toch met pinkje, zou dat dan gedaan zijn met dingen? Dat denk ik, ja. Ik weet niet, ja. We zullen kijken. Want iedereen dat vierkant moet volgens mij dood, hè. De terroristen zijn de grond tegensmolten. De terroristen zijn de grond in. Oh god. Smelten de grond in de rond zeggen. Voilà. Ze smelten, terroristen! Doe. Nee. Dus, ja. Denk dat hij nu clear is. Ah, kijk, nu is hij weg. Niet meer, wel, hè? Oh, dat ben ik goed. Ja, dat hebben wij ook gedaan. We hebben één voor één. Want Akbar hebben wel eens. Ja. Akbar hebben wel gedaan. Maar, wij hebben er wel meer dan een uur over gedaan voordat we dit door hadden. Ja. Je vliegt ook niet hoog, hè? Hey. Ah, dat is de Washington Monument. Nee, de Jefferson Memorial. Sorry. Oké, no armor. Eerst armor gaan zoeken. Landing zones, had de armor? Oei, dat weet ik eigenlijk zelfs niet meer. Wat dacht je met armor moeten? Ammo trucks en ammo crates. Dus misschien zit die landing spots. Nee, dat is wel die filosoof, hè? Amokrates. Misschien moet jij wel van de landing spots. Snipers, daar zijn we nooit aan toegekomen, nooit. Ik ga een keer naar een ammo truck gaan, dus dat is langs een ander. Nee, langs de strooker. Oké, kijk wat dan een ammo truck is. Ja, maar rechts was er toch in? Dat was hier in de buurt ook. Heb je een juist kapot gedaan? Een ammo truck? Nee, dat is een ammo truck. Maar voilà, maar daar redt niks mee, hè? Want je ammo is in orde, maar het is je. Ja, dus dan moet ik naar de landing spot. Zie je die landing spot misschien? Spending lots. Daar is er een. Wat? Spending lots? Lots of money! Take your money in your pants. Yes. Shake it all around. Dat is goed, jongen. Ja, rest building. Blast thuis op. We gaan veel mensen nou. Ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat het nog onder attack is. Is dat? Ah, je hebt die. We kunnen bomauto's zijn, denk ik. Ja. Nee, niet meer. Dat is niet goed. Dat is de flikkerauto waarschijnlijk. Nee, niet meer. Die is geen bomauto meer. Die was het een bomauto. Is dat wat ik moet zeggen? Ja. Ja, zitten er hier wat deftige Pokémon's in de buurt? Ik heb gisteren een koffing gevallen. Ik ging naar slapen. Dat is mijn eerste koffing.
Ik ga naar bed. I was coughing. Nee. Dat blijft. Ja, is toch iemand dat je moet oppakken en dat hij mee je dingen doet? Armor? Dat ik het niet meer weet. Armor is 145. Kan dus Hydra, Hellfire, ja, al die Hellfires zijn op. Maar wat zijn die landing zones dan? Status, als je op status kijkt, ik weet niet. Extra bombs. Ah, dus daar ga ik naartoe moeten als ik gedaan heb. Oké, ik zeg het. Monuments, terrorist accused, car bombs, etc. Mensen zeggen, oh, we gaan niks zeggen, oh, dat zou grappig zijn. Ja, wat dat ik, hè. Dat is al direct van, ah ja, oké, heb je car bombs. Car bombs destroyed, all car bombs destroyed. Motorcades, wat is, daar is dus iets op mijn vinden. Car bombs, terrorist accused, monuments, landing zones, ammo trucks, of ammo crates. We voelen het te weten en nu eindelijk te beseffen dat we eigenlijk verschrikkelijk zijn. Ik heb er al lang mee neergelegd. Wildlands is niet zo'n altijd interessant spel. Ik denk als iemand die niet veel heeft, is dat nog wel iets. Ik kan me niet voorstellen welke doelgroep. Mensen die kop spelen, vind je dat leuk? Nee, maar dat is gewoon wel een tijd dan heb je een groot spel, toen een beetje schiet. Wow, wat is deze? Dat is een great. Democrates. Kratos moet in bad. Dat je dingen omhoog is? Nee. 45 nu altijd. Nou, man, en mijn truck ook gaan neerhalen. Ons. Moeder. Is het niet thuis? Ja. Hier. Want ze is in het ziekenhuis. Ons. Moeder. Is niet thuis. Ons. Moeder. Leed vaak de Torah. Hoe krijg je de armor bij? Er moet toch een manier zijn. Is dat bij dingen? Misschien bij die andere landing zone? Fuel? Nee, we hebben ook echt fuel. En de snipers. Die zien we nooit meer. Snipers. Ons. Laten we zo een keer kijken of dat bij het fuel is. Niet in het ziekenhuis. Insane in the midbrain! Insane in the midbrain! Wee! Instaan, is het niet terug bij het huis waar je naartoe gaat? Ik weet het niet, is dat niet? Nee, het is hospital. Ah, lopital. Ah, maybe that helps. Lopital, daar zijn ze er platen, hè? Ja, inderdaad. Nee, in dat hier Akbar naartoe gaan moeten brengen. Nee, dat is van. Weet je dat dat vlees stil zit? Kijk eens op start. Nee, ik heb niet gedaan. Het staat zijn motors weer op. Dat is voor mensen af te zetten, die landing zones. Oké, dat weten we ook alweer. Ammo trucks, ammo crates, fuel drums. Decking vans. Fuel drums misschien een keer proberen. Je giet de kerosine erin en dan plakt dat gewoon tegen je. Maar ja, nee, dat is bij die dingen zitten. Oh, dat heb ik beter niet gedaan. Ik dacht dat ik erover ging. Serieus. Ja, maar wie vliegt er nu op? Want dat bord, hoe hoog is dat? 10 meter? Je vliegt er naar 10 meter constant. Zus heeft gebotst. Misschien is ammo truck ook. Hoeveel leven ze eigenlijk? Want dat zijn er nog twee. Ja, dat gaan we niet kunnen doen, hè? Hij gaat Akbar zoeken. Of de alle monumenten vrijstellen. We gaan dan beginnen met de monumenten, hè. Admiraal Akbar. Dat gaat me denken aan... It's a crab! Aan... Je hebt zo'n spel op de PlayStation tegen zo'n futuristische helikopter. Future Cop LAPD? Ja, zoiets is dat. En dat is echt zo'n robotje, en dan kan dat zweven. Wel, jij hebt zo ooit zo'n demo dingen voor de PlayStation. En daar hadden zo multiplayer en dan kunnen ze tags. Dat is zo de PS1. Daar ga ik. Daar ga ik. Als er een helikopter op mijn ven neerstort, dat is mijn ven dat ik kloot heb.
Zo'n mooie rotors heb ik nooit gezien. Roll those rotors for me, baby. Want iemand toevallig dat filmpje niet gezien, maar zo iemand die een dashcam heeft en die neemt zo'n dezelfde frequentie op als dat de auto naast hem aan het rijden is, zijn velgen zijn wielen dragen. Ja, en dan is dat zo stil. Mm-hmm. Die schuift zo precies van mij, zo. Zo. Dat is wel. Ik heb dat eens. School waren we daarmee bezig. Ik heb zo mechanica gedaan, hè. Je kunt dat ook hebben als je zo. Wel in school hadden dat vroeger. Dat die regelingen aan de bushaltes, als er een auto's achterreed, dat hadden we soms ook. Dat is zo. Tak, 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 tak. Als je knippert, dan het laatste wat je eigenlijk hebt gezien, dat blijft iets langer in je. Dat heet circadic masking. Als je van links naar rechts kijkt. Als hetgeen dat ertussen zit, wordt eigenlijk overschreven met hetgeen dat je daar zit. Want hij is toch zo de je hebt zo de long second in, als je naar de klok kijkt en die blijft zo. Ja. Ik weet het. Wat een draaibank. Het is ook daarmee dat kiekjes en duiven en zo, de kop zo, die hebben dat niet. Die kunnen dat niet. En die kunnen ogen ook niet bewegen. Terwijl dat frik dat wel kan. Die kan gewoon stappen zonder dat hij zo toep, moet koppelen. Toep, ja. Is het veilig? Ik weet het niet, ik ben aan het proberen. Ping het of niet? Daarnet nog wel. Ja. Dus, we hebben een draaibank. En dat is allemaal telbuizen, allemaal tellampen. En, die jongens. Dat was dus, als die 200 toeren of zo per minuut deed, dan zag ik het stuk niet draaien. Dat bleef. Ik had dat ook met. Dan leek dat we een stuk stilstaan, als dat heel lawaardig was, kan ik me voorstellen dat je dat wilt vastpakken en bij de douche. En zo is er al wel wat gebeurd. Ik kon er dan niet met een grote streep op zetten. Oh. Nee, ze hebben die lamp gewoon vervangen. Ah. Als hij zo oud wordt. Wat was dat? Ammo, denk ik. Nee, dat was geen ammo. Ah, nee? Ik weet niet, kijk eens. Dat was gewoon armor. We hebben armen gevonden. Ah ja. Oké. Okay. Moet een chance hebben, waarschijnlijk. God. Dus die lamp is dan vervangen, hè? Want we houden een lamp, want je kunt dat soms zien, hè? Een lamp die begint zo. Nou, ik vond dat cool, moest er terug aan denken toen ik dat zag. Van de. Je hebt dat ook als je een auto ziet optrekken. Die velgen zo gaan en dan zijn ze even stil en dan gaan die naar achter en dan zijn ze weer even stil. Dat vind ik iets enorm vies aan zo'n propellers. Dat draait eerst mooi ding en dan stopt dat en dan begint dat aan de andere kant te draaien. Waarom zou dat zijn? Dat is omdat, omdat de FPS haalt, dus dan staat hij stil en dan begint hij rapper te gaan. Dus hij doet meer dan een tour, dus dan gaat hij terug achteruit rijden. Ah joh, uw zicht kan dat niet meer. Nee. Denk eens als u. Ik weet dat er monitors zijn die 144 hertz. Je ziet dat er was discussie erover. Over is dat nu eigenlijk wel de moeite of niet? Je ziet dat niet echt. Hè? Je ziet dat niet volledig, maar je merkt dat. Je er was iemand die had het zo gekocht in zijn leven of zoiets. Zei van. Dat is gelijk als je van, je moet dat niet kopen, want je moet maar 60 frames per second zien. Wow. En die zei zo. Die zei ook zo, wat voor een onzwaar is dat? En dan zei er iemand, er zijn meer mensen die dat ongeveer tot 60 frames kunnen zien. Hmm. Het is uitzonderlijk als je meer dan 60 frames kan onderscheiden. Mm-hmm. Want zoals dat jij kunt tot 100 frames en je zegt van ik zie duidelijk 100 frames. Ik was onlangs bij mijn vriendin en haar grootouders thuis en die waren naar tv aan het kijken en die hebben een 100 hertz tv. Het verschil als zie je direct. Je voelt dat. Ja? Dat is meer een gevoel dan dat je dat voelt bijzonder. Want de programma's die jij ziet op tv, dat is toch gewoon maar 24? Of 30? Hier is 23. Jawel, maar dat denk ik. TV weet ik niet, maar film is 24. Waar heb je dan 100 hertz? Ik heb het voordeel dat je frames gedupliceerd worden. Dus je hebt geen veel minder ghosting tussen je verschillende frames. Het is gewoon dat voelt smoother. Je ziet dat niet bewust, maar je ziet dat wel. Ja, is iets 144 is dat dan? Ik weet eigenlijk niet als er een specifiek 144 is. Want je hebt ook een tijd
Ze hebben een hele lange tijd 100 hertz schermen gehad en 120 hertz schermen. En waar ze in de 144 zijn gegaan, waarschijnlijk is dat ook weer zo'n gemakkelijk getal gelijk als 60. Dat je door veel kunt delen. Ga jij doen, maar wat ga je kapotmaken? Is zijn gebouw dat je moet kapotmaken? Oeps. Sorry, verkeerde bouw. Sorry, dat wel. Ja, 144 is dat. Dat is dat Oosters gebouw, dat Oosters, Midden-Oosters gebouw dat ik moet hebben. Maar zeker, want dat deed dan al dat zijn neef belachelijk was, maar er was wel direct iemand die zei, maar ja. En zei ze, oh ja, oké, dat wist ik eigenlijk niet. Maar dat is bullshit. Er is niet, uw ogen werken niet met vrees per second. Nee, maar het gaat er ook om, uw brein verwerkt verschillende beelden. Nee, dat is een armor truck, dat moet ik niet doen. Ik wil armor. Dingen. En hoe meer frames er gezien worden, hoe meer je brein is dat een tank? Om te verwerken. Waarom is er hier een tank? Wel. Boom. Helikopter tegen tank. Helikopter wint. Maar in dit geval niet, omdat je fucking 5 meter van de grond vliegt. Drama! Vladislav is dood. Vladislav. Ja, mensen. No good job, Vladislav! Kermit. Nee, wacht, Yoda even te begeven. Ja. No sweat. Nee, alleen maar bloed. No sweat, only blood. Only blood. Dag, beste kijkers. Het was niet zo entertainend als we gehoopt hadden, want Bram is veel te slim voor ons. Ja, dat is heel te slim. Wij zoeken, er is nieuwe vacature op met Toscosino's. We hebben een IQ van 20. Je weet ook dat Bram geen volwaardig persoon is bij ons, want het is nog altijd Toscosino's. Ik ben niet de Tres Cosino's van gemaakt of zo. Oh.